opgeruimd. Nou, daar sta ik echt van te kijken. Misschien gaan een paar moeders het niet heel erg leuk vinden wat ik nu zeg, maar... Een goede avond en welkom bij deze avondroutine. Dit is een veel aangevraagde video, dus laten we maar snel beginnen. Want, als je het goed hoort, dan hoor je mijn dochter bovenal zeuren dat ze eruit wil. Want het is nou 4 uur en ik gooi haar altijd eventjes tegen 3 uur nog eventjes naar bed. Voor een dutje, want anders dan haalt ze de avond niet. Hi! Ah! Ruik ik poepie? Poepie. Ruik ik poepie? Nee toch, hè? Zeg maar, welkom bij deze avondroutine. Hoi. Hoi. Ik wil even wat opengooien. Het wordt natuurlijk nog een hele opgave om een leuke avondroutine te maken. Want aangezien alles natuurlijk hartstikke snel donker wordt. Meid. Nou ja, we zullen het zien en anders haal ik er wel lang bij. Nou, we gaan er eventjes uit de bed halen. Op. En wat trouwens... Oh, ik ben blur. En wat trouwens helemaal grappig is... Het domme ervan, ik wilde eigenlijk vanmorgen een ochtendroutine al opnemen. Alleen ik heb een nieuwe camera. En ik had de instellingen niet goed staan, dus ik kon niks met mijn beeldmateriaal. Haal die vinger uit mijn oor. Dus ik heb... Hey. Ik ruik echt poep. Heb je poep? Ik heb dus alles weg moeten gooien. Vandaar dat ik maar even een avondroutine eerst doe. En dan gaan we morgenochtend gewoon verder met de ochtendroutine. Haal nou eens die vinger uit mijn oor. Heb je poep? Nou, wat zit er vandaag in je goodiebag? Is het poep? Want ik ruik poep. En ik dacht, laten we maar meteen om 4 uur beginnen. Want dan is het hier natuurlijk altijd spitsuur. Zij is dan altijd tegen 4 uur. Is zij wakker van haar dutje. En, waarom ga ik aan je hol ruiken terwijl heel die slaapkamer stinkt naar stront? Gadver! Nou, in ieder geval, het is spitsuur. En mijn vent komt eraan. En je moet natuurlijk het eten doen. Zij heeft weer stront. Dus ik ga eventjes dit fixen. Tot dadelijk beneden. Ga zitten, kind. Anders zit alles onder. Zit. Ja, ga het nog even lekker pletten. Pletten. Oh nee. Mama. Wat is er? Oh nee. Poepen. Poepen. Doe we neusje, neusje. Laat eens even zien. Neusje, 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 neusje. Neusje, neusje. Ik ga de televisie voor eraan zetten, want ik ga altijd even mijn dingetjes doen. Laat dat beest nou eens even met rust. Die vindt dat helemaal niet leuk. Weg daar. Weg daar. Luisteren. Luisteren, Bente. Weg daar. Zo. Nou. Ik heb in de keuken maar even een extra lamp erbij gehaald. Want ja, het is gewoon echt al heel erg donker. Anders zie je helemaal niks. Ga jij ook nog leuk doen vandaag of niet? Binnen nu en een half uur wordt ze hungry. Ze begint al een beetje te zenuwen. Het is altijd de rottigste tijd van de dag. Ik vind een ochtendroutine leuker om op te nemen. Want dit is gewoon verschrikkelijk. Weg daar. Kijk, nou gaat ze de hele tijd vervelend lopen doen. Ik ga even een bakje koffie maken. Ondertussen ga ik wat hout sprokkelen voor in de open haard. Want Danny die komt ook tussen 4:30 en 5:00 thuis. Dus dan wil ik altijd zorgen dat het eten helemaal klaar is. Maar ook de open haard. Zodat het lekker warm is als hij binnen is. En gelukkig heb ik trouwens één heel fijn iets vandaag. Ik hoef niet helemaal te koken. Want ik heb gisteravond mijn hachévlees gemaakt. Dus die hoef ik nu alleen maar warm te maken. Ik eet er wat dopertjes bij en ik bak wat frietjes. En klaar is Kees, dus dat is fijn.
Trouwens, voor de mensen die eigenlijk al heel erg lang naar mijn vlogs kijken, zien jullie een verschil qua beeld? Want ik heb een nieuwe camera moeten kopen, maar mijn oude was kapot. Dus. En waarschijnlijk is dat gebeurd na smerig. Dus er zal wel alcohol overheen gevallen zijn. Maar hij was in ieder geval dood. Dus ik heb nou een andere. En een wat duurdere. Dus dan lijkt mij dat ook het beeldkwaliteit wat beter is. Dat zullen we even moeten afwachten. Koffie. Kleine schreeuw lelijk. Dan hoop ik. Dan loop ze hoor. Heidi op de prairie. dat hij alvast hout heeft klein gemaakt. Anders moet ik dus nu gaan hout hakken. Goh, het is een keer opgeruimd. Nou, daar sta ik echt van te kijken. Dit is ons houthok. Maar normaal gesproken kon ik hier niet eens lopen. En ik zal je één grap vertellen. Hier wil je ook niet lopen. Jullie zien mij alleen nu niet. Want hier lopen grote spinnen. Oh, oh, oh. Nou, dat wil je echt niet meemaken. Het is wel een mooi blok. Mijn hele open haard ligt altijd helemaal vol met. Want hij neemt altijd van dat afvalhout mee. Nou, dan weet je het wel weer. Oh ja, ik zou trouwens het leuk vinden als dus mijn vaste kijkers even in de reacties laten weten of dat deze camera dus echt een stuk beter is. Want hij lijkt wel een stuk helderder, want het is ook allemaal in 4K en zo, dus... Was een rip uit mijn lijf. Mama. Oh, wat erg dit. Heel mijn ledlamp naar de nondeju. Waarom moet je ook altijd overal... Ja, ga hem nog even lekker buigen. Nou. Nee! Bye bye, swai swai, ledlamp. God, nonne ju. Ga weg. Showsteler. Je gaat er met je paasei voor zitten. Ga naast mama zitten hier. Ja, mama. We gaan een poging wagen. In de hoop dat hij aangaat. We zullen het zien. Voor zegen gaat hij meteen aan. Ja, jij weet wel dat je daar niet mag komen, hè? Dat is heel erg oud. Dat weet je wel, hè? Dat weet ze wel. We hebben eigenlijk altijd een hekkie. Volgens mij heb ik dat al een keer eerder verteld in mijn vlog. Maar die hebben we nog steeds niet opgehaald. Die hebben we uitgeleend en... Nou, hij doet het toch jongens. Toppie. Tijd voor koffie. Jawel, we gaan even wat doen. Kijk. Jawel, want ik ga, kan nou nog met je spelen, want we gaan dadelijk, ga, ik moet mama eten. Nee. Nee. Bente. Wat is dit? Auto. Auto, goed zo. Dat is een paard. Goed zo.
Ik kreeg namelijk de vraag of dat ik wat meer ouderschapvideo's ook wilde maken over hoe ik ben te stimuleren om zo goed te praten. Want ze is natuurlijk pas anderhalf, maar ze praat echt wel heel erg goed. Dus daar kreeg ik ook best wel veel vragen naar of dat ik dat wat meer wilde laten zien, hoe ik dat dus stimuleer. Wat is dit? Koe. Ja, er staat een koe op, ja. Maar wat is dit, een boekje? Een boekje? En wat doe je in een boekje? Lezen. Ja. Hier, wat is dit? Boek. Nee, wat is dit? Boek. Nee, wat is dit? Dat. Olifant. Wat doet een olifant? Wat is dit? Ei. Ja, en wat doe je met ei? Jam. Jam, jam. Ja, goed zo. Spieken. Oh. Weggooien. Zo doe ik dat eigenlijk altijd. Als ik met haar speel, vraag ik altijd gewoon, wat is dit? En dan leg ik het ook altijd uit. Kom, ja. Oh. Wat is dit? Schaap. Schaap? Nee, dat is een geit. Wat doet een geit? Ba. Baby, goed zo. Ik vind het meer dan wat we kunnen vragen. Oh ja, wat is dit? Bente, wat is dit? Kijk eens. Wat is dat? Tijger. Tijger. En wat doet de tijger? Een kip. Dat is zo grappig. Wat doet de kip, Bente? Wat doet de kip? Baby. Ja, dat is een baby. Kom, je staat voor de camera. Kom. Ja. Wat doe je met dit, Bente? Bellen. Bellen, goed zo. Je bent zo slim. Wat is dit? Pop. Ja. Oh, ik schrik. Ik denk, wat zit hier? Poes. Ik heb hier mijn koffie. En dan komt de tip van Flip. Misschien gaan een paar moeders het niet heel erg leuk vinden wat ik nu zeg. Maar wat heel veel moeders doen, no offense, is heel erg muizerig altijd tegen hun kind praten. Oh, kutje, kutje, ah. Bente heeft bijvoorbeeld ook een hele lange tijd, in plaats van drinken, noemde ze het kakka. Nou, hoe ze daaraan komt, ik heb geen flauw idee. Maar dan kwam ze met de drinkfles naar me toe. Mama, kaka, kaka. Nou, ik weet dan dat ze wil drinken. Wat kan je doen? Scenario 1. Je gaat naar de koelkast en je geeft haar kaka en hier alsjeblieft. Dus je bevestigt voor haar dat kaka drinken is. Of je zegt, oh, wil je drinken? Je gaat naar de koelkast, je geeft haar haar drinken en dan zeg je alsjeblieft, hier is je drinken. Blijven herhalen. Je moet nooit meegaan in de woorden die ze zelf creëren. Wat heel veel moeders dus wel doen is denken, oh, ze wil drinken. Nou, ik ga wel even drinken pakken hier alsjeblieft. Ja, dat schiet niet op. Gewoon blijven herhalen. Ja, en dat zoetsappige oude hoer altijd tegen die kinderen. Ja, daar heb ik sowieso wel een pesthekel aan. Doe gewoon lekker normaal. Ja. Hangen ze boven die kinderwagen en die, oh, hi, goedie, goedie. Oh, goedemorgen, schatje. Doe even normaal, joh. Nou, dat dus. Bent is nou anderhalve maand, net over de 18 maanden heen. Ja, en ze zegt eigenlijk alles al. Je kan gewoon haar volledig begrijpen wat ze wil, wat ze niet wil. Dus ja, ik denk dat mijn methode wel werkt. En ze liep ook al met 12 maanden. Ze loopt heel erg voor op haar ontwikkeling. Ik zeg ze altijd bij het consultatiebureau dat ze echt heel erg voorloopt. Maar ik moet ook wel toegeven, ik ben natuurlijk wel heel veel met haar. Ik denk dat dat ook wel heel erg veel scheelt. Dat als je natuurlijk constant met je kind praat, alles uitlegt. Ook uitlegt als ze iets doet wat niet mag, waarom het niet mag. Ik steek er gewoon heel erg veel tijd in. Ik denk dat dat ook heel veel scheelt.
Ja, open haard is oud, hè? Daar mogen wij niet aankomen. Maar dat weet jij wel. Dat kan jij al heel goed, hè? Bente, wil je neusje, neusje? Kom eens hier bij mama. Ruik ik nou weer poep? Heb je poep weer? Net zo zat ook alles onder. Heb je poep? Denk het wel. Aria. Nasty ass. Aria. Ja, dat is van Aria. Die is niet van jou. Goed zo. Dat jij dat weet. Aria. Dat heb ze ook één keer in haar leven gezien. Dat is van Aria. Ja. Aria. Wat knap van jou. Die moet je, ja, die moet je teruggeven. Die is niet van jou. Aria. Ja, die is van Aria. Aria. Ja. Nou, ik ga vast... Eerst even haar strontluier weer doen. En eventjes beginnen alvast alles klaar te zetten voor het eten. Hoi. Ja. Zeg maar hi. Hallo. Klopje. Klopje. Ons mannetje is ook thuis van het werk. Ik ben een avondroutine aan het opnemen dus. Daar werd op gevraagd, dus dan doe ik dat maar. Tussen alle hectiek. Nou, ben je... Nou, dit bedoel ik dus. Oh nee! Ga eraf. Doe niet zo raar. Eraf. Papa. Oh. Pak hem eens. Gaan we lekker eten maken, Bente? Neusje maken. Eten maken? En doe eens bij papa neusje, neusje. Oh. 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 Neusje, neusje bij papa? Doe maar neusje, neusje. Doe maar papa, papa. Neusje, neusje, neusje. Toet. Nou, we gaan het eten bereiden. Top. God, wat een licht in één keer. Zo fijn dat je al gisteren de haché hebt gemaakt. Ik moet vandaag tenminste lekker even mijn boodschappen en zo doen. Anders moet je weer de hele dag thuis blijven voor de stomme vlees. Dak. Lekker hoor. Auw, Danny. Geef me gewoon een ijsbeentje. Ja, gooi jij de frituurpan maar even aan en doen we er gewoon lekker frietjes bij. Nee, dat niet. Blikje doperwten, dat vind ik best wel lekker. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Ja. Nee, je hoeft nog niet te zitten, want het eten is nog niet klaar. Rustig aan. Rustig aan. Rustig. Nee. Dat is gevaarlijk, Bente. Eraf. Papa, papa. Ja, papa komt eraan. Nee. Tranquilo. Kijk, dofertjes. Kom maar eens mee, Abort. Wil ik papa opscheppen? Nee. Ja. Papa opscheppen. Wil je eten? Nee. Stoofvlees. Nou. Nee, laat eten. Ja, mama gaat het voor jou een beetje plat maken, want anders... Nee! Jawel, want anders rollen ze allemaal van je lepel af. Dat wil je toch niet? Oh! Zit er een in je neus? Oh, hij spoot! Dat spijt het tenminste toch nog wat in mijn gezicht. Als jij vanavond kunnen doen. Nou, 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 ja, niet overdrijven. Dat kan bij geregeld worden. Danny. Ja, het vlees moet je een beetje delen. Ja, even eerst een beetje iedereen en dan pas nog meer.
Want anders dan weet ik het ook wel weer. Bon appétit. Lukt dit allemaal? Jij gaat lekker uitsmeren. Kleine derrelzak. Ik zweer het je, dat is echt net een cockmeel. Alles wat erin gaat, komt eronder meteen weer uit. Ja, huppatee. Yoghurt op de stoel. Yoghurt op je kleding. En yoghurt op de vloer. Uh-oh. Ja, uh-oh. Nou, ik ga het maar even opruimen. Dan ga ik even snel de keuken ook maar helemaal doen. Of ja, helemaal. Het stelt allemaal niet zoveel voor. Want ik heb natuurlijk niet echt veel troep hoeven maken aangezien... ik alles gisteren al had voorbereid qua hasje. Oh, het zit echt helemaal overal. Bente! Kijk nou eens. Aan de kant. Nou. Ja. De stoel eet ook toetje. Is niet zo lekker, hè? Klaar nou. Oh, nee. Ja, geef die lepel maar aan mama. Het is klaar. Jij gaat zo meteen onder de douche. Want je hebt echt al 3 keer je broek vol gescheten vandaag. Nee. Je stinkt. Jawel. Echt wel. Opa. Ja, zo meteen. Ik ga eerst opruimen. Vind je het goed? Nee. Rustig. Nee, dan staat lekker onder de douche. Heel de billen zijn helemaal beschadigd. Door de diarree. Meestal als zij dan onder de douche zit, 10 minuutjes, dan kan ze even lekker spelen. Dan ga ik altijd even de was opvouwen. Dan kan die rek ook weer mooi weg. Even kijken, dit is allemaal van Bente. Naar haar kamertje brengen allemaal. Mama. Ja! Oh. Dus altijd beneden is het dan zo lekker warm vanwege die open haard. Maar natuurlijk slaat dan de verwarming uit. En dan is het boven overal echt zo ontzettend koud. Verschrikkelijk. Oh, dit is echt... Dit blijft gewoon mijn favoriet. Die flert. Die heb ik ook weer bijbesteld, want ik had er nog maar 1... En omdat ik toch wel heb gemerkt dat die best wel snel gaan, heb ik er een paar bij besteld. Dus die zijn er weer volop. En als het goed is, komen deze week dus ook een heleboel nieuwe items. Ik heb een hele newborn collectie gekocht. Dus voor alle mama's, stay tuned. Die er nog een kindje krijgen, want ik heb zo'n leuke newborn lijn gekocht. Het is echt niet te doen gewoon. En er komen ook van die signetjes aan. Van die soort van teddy signetjes. Ook heel leuk. En nog een soort van Madelie flert. Dus eigenlijk een beetje dit. Maar dan in een soort van zandkleurtje. En met allemaal Madeliefjes erop. En er komt dan een taupe overslagvestje bij. En dan leuk met dat witte signetje erop. Helemaal cute, maar ja, dat zal je dan binnenkort wel eerst op mijn YouTube kanaal zien en dan op mijn webshop. So stay tuned, daar meer over. En ik krijg echt hele leuke haarspeldjes, of in ieder geval, die moet ik natuurlijk maken, maar het komt er ook allemaal nog aan. Ik heb natuurlijk al nu het een en ander, maar ik heb nou alles in de glitter. Ja, en daar moet je natuurlijk ook maar van houden. En nu komen er dadelijk ook allemaal nude tintjes, bruin tintjes en ook gewoon hele leuke haarclips met bijvoorbeeld een bloemetje erop of zo. Ik ga echt hele leuke dingen maken. Ik had ook even gekeken wat dan de verzending moet kosten, want nu is het €3,95. Dus als ik jullie was, zou ik het nog even niet bestellen totdat ik... Dat is een tip voor jullie, hè. Kijk, iedereen natuurlijk die gewoon op mijn webshop bestelt, moet hun lekker weten. Maar ik heb namelijk die verzending nog niet aangepast. Kost nou nog €3,95. Maar ik ga het waarschijnlijk verzenden in een soort van
Ja, of een gewoon enveloppie, of ik ga even kijken voor die luchtkussen enveloppen. En dan ben je misschien 1,80 euro kwijt of zo. Nou, dat scheelt nogal. Hè? Dus daar ga ik ook even achteraan. Oh. En dit soort rompertjes, deze, die komen dadelijk van de lente ook allemaal weer in de webshop in hele leuke kleurtjes. In een soort van okerkleurtje. En deze, die mintgroene. Maar ja, dat is allemaal voor het voorjaar. Daar is het gewoon nou net even iets te koud allemaal voor. Ja, dit even opruimen. Het allerleukste klusje van het huishouden. Dat weten jullie in ieder geval de meeste. Sokken bij elkaar vouwen. Verschrikkelijk vind ik dat. Nou, ik ga dit even opruimen. Even de kind even afdrogen. En tot dadelijk. Ja. Nee, jij gaat niet meer naar beneden. Mama gaat even wat drinken voor jou halen. Ja. En dan gaan we nog even boven spelen. Ga jij alvast naar je keukentje? Kom, die kant op. Nee. Daar. Nee. Ja, jawel. Nee. Jawel, kleine driftkop. Nee, jij gaat niet meer naar beneden. Alleen mama. Dicht. Mama gaat even drinken pakken. Baby, I'm locked up. They won't let me out. They won't let me out. And I get locked up. They won't let me out. No. Wat gaan we tellen, hè? Nou is ze gedoucht. En als Danny daar klaar is, gaan we eventjes de tanden poetsen. Meestal blijf ik dan altijd boven na het douchen. Want ze ging om 6:30 onder de douche. Ze gaat om 7:00 naar bed, dus dan blijven we altijd even hier. Een half uur. Nee. Jawel, we gaan het samen tellen. Oké, doen we. 1. Nee. Rustig. 2. En dan komt... 3. Nee. 4. Doe nou eens rustig. 5. 6. 7. En dan komt... Nee, 8. Ze kennen het wel, hoor, maar wat is dit nou weer allemaal? Kom, ga eens gewoon goed tellen. Zeg eens 1. 1. 2. 3. 4. En dan komt... Papa. 5. 6. 7. Ze kan al tot 10 tellen, maar ze heeft er weer geen zin in. Hoe kan dat nou weer, Bente? Waarom tel jij niet? 8. 8. 9. 10. Yay! Nou, kom maar. Doen we opruimen. Papa is klaar. Kunnen we tandjes poetsen? Kunnen we nog een boekje lezen? En dan gaan we naar bed. Ja, wel. Hier, drink je melk. Apie. Ja, Apie die gaat ervan slapen. En dan ligt zij op bed. Kunnen we beneden opruimen. En als je dan zelf een keer op de bank zit, is het tegen. Nou, 7:30, 8:00. Dus dan ben je een uurtje, 2 uurtjes beneden. Is de avond alweer voorbij. Top. Nummer 6, dat is leuk, zeggen ze. Tandjes poetsen. Kom, ga maar naar mama. Kom. Tanden poetsen. Strijd nummer 2. Bente Welvaart. Kom. Zeg maar.
Oh, wat ben jij driftig. Maar ben jij driftig gestaan? Nee. Jawel. Staan. Hier, hou vast. Zeg maar A. Staan. Staan. Nee, even je tanden poetsen. Nou, doe eens even normaal. Driftkikker. Zit daar. Ik kan er zo toch niet bij. Kom nou even, joh. Doe nou eens even gewoon normaal. Net als altijd. Even A. Ja, je moet tandjes poetsen, anders krijg je oud tandjes, hè. A. Kom, je gaat nu naar bed. Als ga ik niet meer een boekje lezen. Evie, waarom? Papa. Ja, papa gaat lekker naar beneden. Jij ziet papa morgen weer. Goed? Boekje. Boekje lezen, toch? Boekje. Nou. Dit hadden we toch al gehad? Hé! Oh, nee, we waren wel hier. Nou. Hey. Dan zijn ze klaar om te vertrekken. Nina's tante en moeder Pluis zwaaien hen uit. De auto rijdt over een grote kale vlakte. Hoe hoger de zon staat, hoe feller hij gaat schijnen. Het wordt steeds heter. Kijk. Sonja, ze zijn met de auto op de safari, hè? Trouwens, het boekje van Nijntje. Laten we hier stoppen, in de schaduw van de boom, zegt Manu's vader. Zie... Zie je dat meertje, fluistert Manu. Daar komen vaak dieren drinken. Nijntje kijkt door de verrekijker. En kijk, daar, een giraffe. Sst, fluistert Manu zachtjes. Alle schrikken ze. Op de bank. Nou, ga je nog luisteren? Want anders dan kap ik ermee. Mag het even? Dan ziet ze iets bewegen in het water. Het is een nijlpaard, zegt Manu. Nijlpaarden zijn graag. Nou, ik ben er klaar mee. Bente? Ja, bekijk het. Ja, liggen. En slaapje doen. Klaar. Wel trusten. Kleine schreeuw lelijk. Mama. Nee. Ja. Het is afgelopen met pret. En tot ziens hoor. Welterusten, Bente. Tot morgen. Mama. Doei. I love you. Welterusten. Daag. Mama. Mama. Tabee. De mee. Nou. Dan gaan we al het speelgoed hier op de grond nog opruimen, zoals je ziet. Dan ga ik lekker mijn eigen even lekker afsminken, pyjamaatje aan. En dan kunnen we nog even een uurtje chillen. Misschien twee uurtjes. Even lekker kopje thee. En dan ga ik morgen weer verder. Want morgen ga ik dan meteen maar de ochtendroutine meteen opnemen. Ja, want dat is wel leuk. Dan heb je ze ook achter elkaar. Dus ik zie jullie morgenochtend. Voor jullie natuurlijk volgende week. En bedankt voor het kijken. En tot ziens.